Noordzeegarnalen passen uitstekend bij tomaat. Denk maar aan de Belgische klassieker tomaatgarnaal. Wij maken een originele variant door onze tomaat flinterdun in carpaccio te snijden. Daar geven we een salsa van avocado en garnaal bij, wat rucola en zure room en we hebben een fris en zomers gerecht. Onze diepvriesgarnalen laten we rustig ontdooien in een vergiet. Maar je kan uiteraard ook voor verse kiezen. Ondertussen kunnen we twee vastkokende aardappelen schillen en in kleine blokjes snijden. Die mogen een tiental minuutjes koken in licht gezouten water. Om onze salsa te maken kiezen we voor een mooi rijpe avocado. Die herken je makkelijk als hij lichtjes meegeeft als je erop duwt. We schillen de avocado en snijden het vruchtvlees in kleine blokjes. We snijden ook nog wat verse groene kruiden fijn, zoals platte peterselie en bieslook. Die geven extra smaak aan ons voorgerechtje. Dan is het tijd voor ons hoofdingrediënt. Mooie rode en grote tomaten met stevig vruchtvlees. Met een vlijmscherp keukenmes kan je ze makkelijk in schijfjes snijden. De bekendste versie van carpaccio is die met dunne sneetjes rundvlees. Maar of het nu van vlees, vis of groente is, carpaccio moet altijd flinterdun gesneden zijn. Onze aardappelblokjes zijn intussen gaar en afgekoeld. Tijd om ze te mengen met de avocado en grijze garnalen tot een lekkere salsa. De platte peterselie die we al grof gehakt hebben, mengen we onder de rucola. Onze tomatencarpaccio ontbreekt nog een fris en tegelijk smeuïg element. Daarvoor mengen we een beetje zure room met sherryazijn en we kruiden het met ons fijn gesnipperd bieslook en peper en zout. We leggen de tomatenschijfjes in cirkelvorm op een rond bord. Nu zijn we klaar om af te werken. In het midden leggen we wat rucola. Daar lepelen we onze garnaal-avocado-salsa op. En daarna een toefje zure room. Nog wat luzerne kiemen en afwerken met wat grof zeezout en peper en we kunnen aan tafel. Dit zomerse gerecht is heerlijk in combinatie met een frisse rode wijn met pittige en fruitige aroma's, zoals deze Les Aurochs. Smakelijk! Ontdek nog meer lekkere en originele recepten op onze website en volg ons ook op Facebook voor extra tips en inspiratie.